Nou kijk, het is een beetje bewolkt. En we zijn bijna klaar om weg te gaan. Ik ga even de stroomsnoer even opruimen. Elektra. Ben je er ook bijna klaar voor? Jacob wil niet weg. Jawel. Ik zeg net. Ja, dus we gaan weg, mensen. Jullie gaan het nog even verder zien vandaag. Leuk. Oké, mensen, jullie horen het. De motor is gestart. We gaan op reis. Of we gaan verder. Mazaron, here we come. Okay. En ik heb eerst even de parkeerplaats bij dat oude kermisterrein heb ik ingesteld. En dat moeten we dan nog even bekijken. Want er stond overal in, het is gesloten. Ook al gehoord van onze buurman, die zei ook al, het is dicht, dus... En hoe staan we met het gas in de diesel? Gas moet er waarschijnlijk wel wat bij, ja. Nou, kijk onderweg wel. Ja, en diesel? En diesel? Oh ja, half tank. Oh, dan moeten we alle twee tanken dan. Nou, goed zo. Kijk uit hoor. Ja. Hij zit te kijken. Wie? Luca. Oei. Doeg. Dankjewel. Die loopt er nog een, daar. Hey, dankjewel! Doeg! Ja. Welke kant gaan we? Links. Hè? Links. Dat is links. Ja? Jij zegt rechts. Ik zeg links. Links afslaan. We gaan nog even laten zien hoor mensen, want het is en het blijft toch zo'n mooi gezicht. Die autosnelweg en dan die auto's die zo naar beneden die berg afkomen en dan hier zo dat bruggetje. Oh kijk, er ligt nog een beetje water in. Ja. De Segura, de rivier ligt helemaal droog. Natuurlijk nagaan. Het zonnetje moet even doorkomen. Ja, het zonnetje moet even prikken. Ja, maar het is nog vroeg hè. Kijk mensen, dit is de fabriek El Pozo. 14 graden. Ja, 14, ja, dat is een stuk cooler dan gisteren. En El Pozo, dat is die fabriek waar ze die lekkere worstjes maken, die aan de Mercadona leveren. Mm. El Pozo, het is echt een mega groot fabriek. Ongelooflijk. Leuk. We komen hier zo bij Mazaron aanrijden. En hier is een hele grote Mercadona. Ik zei tegen hem, laten we nu hier eventjes wat halen, want dan hebben we tenminste alles in huis. Is Engels slim of is Engels slim? Mago? Nou, dat gaan we bekijken. Oké. Nou mensen, dit is toch wel bekend gebied hoor. Hier hebben we wat keren gefietst hier zo. En het is een hele mooie plaats. Mazaron. En er is echt van alles te doen en te krijgen en noem maar op. Maar er zijn in verhouding heel weinig camperplaatsen. Of plekken waar je mag staan. Nee, dat is wel jammer. Ja. Maar goed, dat gaan we zien. We gaan even nou kijken bij de oude kermisterrein. Ik hoop dat daar nog wel plek is. Jongens, nog 500 meter. Even kijken. Heb je die hoge flat weer, zie je dat? Zo herkenbaar is die je vanaf verre al ziet staan als je fiets. Jij ziet hem niet, jij zit nee, precies voor die, verkeer, voor nee. Die verkeerslicht. Nee, het doet wel heel extreem lang, zeg. Ja, dat was voor die man ook.
dat plekje, ja. Hier ook, kijk. Hier was het. Ja. Ja. En nu? Verboden voor autocaravan. Nou, we gaan Bol Nuevo. Dat is moeilijk hoor. We gaan gewoon even naar Bol Nuevo. Dat is... Checkout. Ja, exact. Ja, een gaatje in de weg. En dat is... 7 kilometer of zo. Nee, niet 7 kilometer hier vandaan. Dat is een klein stukje hier vandaan. En dat... En dan gaan we daar staan en dan gaan we vanavond gewoon even aan de kant van de weg staan. Dan gaan we zo meteen eerst even lekker lunchen op Bol Nuevo. En dan gaan we het wel zien. Want weet je, net als bijvoorbeeld bij die Lidl hier in het centrum, daarachter op die parkeerplaats. Daar heb ik ook niet zo zin in. Dat is niet zo mooi, toch? Nee, maar je kan beter gelijk aan die kant van de weg gaan staan. Nee, nee, dat niet. Nou, dan niet. Nee, we gaan eerst op Bol Nuevo staan. Ja, maar dan ga je toch... Je hebt het nou over die rotsformatie. Ja, dan gaan we daar eerst. Ja, nou. Hoi. Hey. En nou kan je er nog een goed plekje uitkiezen natuurlijk. Ja, het komt goed, vrouw. Hè? Het komt goed. Hm. Oké. Okay. Bol Nuevo. Heel klein plaatsje. Met een heel prachtig... Ja, hier links de camping. Camping van Rien en Karin. Rien, Karin, Hiro, Playa de Mazarón. Oh, er ging een hele camper op, zag je? Ja. Nou, hier heb je een heel klein winkeltje. Dat is echt heel gezellig. Ja, dat is toch een hier heb je een onwijze lekkere... hoe heet dat? 15. Ja, 15 graden maar. Ja, nee, dat was 15-1, 15 januari. Oh. En wat was ik aan het vertellen over die? Oh ja, een hele lekkere kebabwinkel daar zo. Waar is dat? Hier een hele mooie fietswinkel. Ja, er is hier wel van alles. Westfalia, die staat hier al. Ik zou maar gewoon gelijk daar gaan staan. Nee, Mago. Dat doen wij niet. Nou, dan kan jij vanavond weer een heel stuk terugrijden, hè? Nou, nee. Nog aan het bouwen, zie je dat? Al meer dan een jaar. Hier kan je makkelijk staan. Nou. Ja. Zo, dat hebben ze al lang over gedaan. Oh ja. Kijk, dat bordje staat er nog steeds hoor. Ja, ja, ja. Niet zo ver. Van de Nederlanders, ik heb daar zo. Kijk, zie je, dit is tenminste een leuk gezicht. En dan gaan we vanavond. Vanavond rond een uur of vijf. Ja, maar. Want hoe laat is het nu? Ik kan vanmiddag nog een uurtje vissen hier zo. Ja, dan kan je even goed langs je, ook als je daar staat natuurlijk. Je weet dat ze komen. Ja, ja. Je weet nooit hoe laat ze komen. Oké. Je weet niet of die open is. Je mag hier 4 uur staan. Ja, nou. Nou, dan moet je even kijken. Dan meteen. Nee. Oké, okay, we gaan eerst een broodje eten. Oh, dit is toch zo'n mooi stukje strand, jongens, hier. Nou, jullie zien het. Waarom is het hier zo beroemd? Kijk, om die twee pilaren. Daar gaat het om. Dat is door erosie, door de wind is dat uitgesleten. En moeten jullie kijken dus. Wat een mega parkeerterrein. Kijk, zien jullie? Echt mega, 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 mega. En is het straks 5:30, komt de politie en die zegt wegwezen hier. Onbegrijpelijk. Terwijl vroeger mocht je hier blijven staan. Maar het voordeel is, als jullie daar kijken, zien jullie dat? De zee. En daar ga ik vanmiddag echt even visie vangen. Dus. En voor de rest is hier, nou ja, daar achter die bouwkraan is een parkeerplaats. En daar gaan wij dan staan. Daar heeft niemand last van ons. En jullie zien het, prachtig. Echt mooi. Nou, ik loop hier op het strand en ik ga even naar de zee. En waarom ga ik naar de zee? Kijk.
Weer een nieuw visavontuur van Engel. Ho, ho, ho. Weten jullie waarom ik hier per se heen wilde? Ik heb hier voor het eerst in mijn hele carrière een zeebaars gevangen. En nou denk ik dat het me de rest overal in Spanje niet lukt. Denk ik, nou, misschien lukt het hier wel. Ik ga het maar weer eens een keer hier proberen. Dus vandaar. En ja, kijk. Nou, je ziet het. Er staan er nou, oh, zo. Dat wij aankwamen, stonden er drie. En nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 al, zo. Het is alleen jammer dat je dan vanavond wordt weggestuurd. Maar ja, goed. Daar zijn we al een beetje aan gewend, dus dat accepteren we maar. Wat een mooie blauwe zee, kijk eens. Oh. Prachtig. Nou, ik ga even mijn hengeltje in orde maken. Nou mensen, kijk. Zit eraan. En ik ga de eerste keer even ingooien, even proberen. Ik denk dat deze te klein is. Ik kom niet ver genoeg, denk ik. Maar ik ga het blijven nog even een paar keer proberen. En als ik wat heb, dan zien jullie het vanzelf. En anders, als ik niks heb, ga ik straks huilend terug. Kijk nou, mensen. Het was een hele hoge golf in één keer. Natte broek, laars vol. En kijk eens. Oh, er zit zelfs water in mijn bakkie. Oh, dan mag ik alles wel goed schoonmaken, want dat gaat echt roesten als ik weet niet wat dat zout water. Jeetje, mina. Het was ineens een hele hoge golf. Pups. Nou ja. Maar jullie zien het. Ik ben al een klein uurtje bezig, maar ik heb nog steeds niks. Zie jullie, komt er weer doorheen. Even kijken, die komt hier met de noodgang heen rollen. Wow. Ik ga nog even een half uurtje verder, jongens. Even proberen nog. Ik heb er even een andere dobber aan gedaan. Of een andere... Bombada heet dat hier in Spanje. Bombada. Nou mensen. Ik heb heerlijk gevist. Echt, ik had op een gegeven moment die zware dobber eraan gedaan. Toen ging het veel beter. En we gaan nu eventjes naar de overkant, even staan op die parkeerplek, want er staan al twee auto's en straks hebben we er geen plek. Dus... De onbekende bestemming. Nee, andersom.
Bestemming onbekend, oh ja. Bestemming onbekend. Ja, gaan we zo even kijken. Hoi, eten. Kijk, mensen, hier staan we. Op ons oude vertrouwde plekje. En ja, want daar mogen we niet staan, hè. Dus dan gaan we dan maar hier staan. En dat is eigenlijk niet zo heel erg, want kijk. Dan kan ik zo hierheen morgenochtend heen lopen en dan ben ik zo op strand. Hey, goed idee van Engel. Dus. Oké, mensen, dan ben ik bezig met die video van vandaag. Blijven daar parkeren. Hé? Blijven daar parkeren. Kijk maar voor die flats. Zie je dat? Ah, ja. Zie je ze? Ja, ik zie ze. Ja. Ja, dan gingen namelijk. We zitten hier zo de naar voren te kijken. En dan komen er allemaal campertjes aan rijden. Die rijden dan hier de Bol Nuevo op. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nu niet. Dus. Nee, dus iedereen die is een plekje aan het zoeken. En kijk, en dat was ook heel leuk, want daar, die camper die jullie daar zien staan. Dat is Bianca en. Serge. Serge, ja. Ja, zo, ja. Ja, ja Serge en ja, Bianca. Hele mooie namen, ja. En die hebben een. Zijn zelf ook begonnen met vloggen en die site heet. Ja, er is onbekend, nee. Nee. Je zei. Ja, ik heb het net gezien. Ja. Nou ja, wacht bestemming even. Onbekend ja, of zo. Ja, ja. Ja. En een heel leuk lief, kijk daar gaat er weer eentje. Ja. Een heel leuk lief klein poedeltje, zwart poedeltje. En die is al 13 jaar. Ja. En het is toch een mooi beestje. Ja, hartstikke leuk. Ja. Maar die hadden we ook gezegd van, je moet er vanaf, want straks komt de politie. Ja, maar hun wilden ook blijven staan. En toen zeggen ze, waar gaan jullie dan heen? Ik zei, nou wij gaan langs de kant van de weg, want ik wil morgen nog vissen hier. Ja, tuurlijk. En toen zegt hij, oh, dan ga ik daar aan de overkant staan. Ik zei, ja, dat moet je doen. Ja. Dat mag, dat is vrij. Ik vind, ze sturen ook soms wel om 9:30 mensen weg, hoor. Ja. Als er bijvoorbeeld nou straks 5:30, 6:00 komt de politie. En die gaat naar zwaarlicht en die zegt dan, hup, weg iedereen. En is iedereen weg. En dan komt dat 7:30, 7:30 of zo. En ja. Dan gebeurt het dat er dan weer evengoed weer nieuwe komen. Want nou, wij hadden toen een buurman, toch? Die Duitse buurman stond daar. Hij zei, die had ervan gehoord. En toen was het 9:30 s'avonds. Ja. Nou ja, toen zei het was zondagavond, zei hij. Nou, hij zei, nou komen ze niet meer. Nou ja, je weet het niet. Een uurtje daarna werd alles weggestuurd. Alles weg. Ja, daar dus moet je niet om lachen hoor. Maar wij weten het. En nou, dan gaan we er niet staan natuurlijk. Dus, en als ik nou morgenochtend weer ga staan, dan is er niemand die er wat van zegt. Nee, maar je moet maar wel goed. Zorgen dat je bepaalde tijd weer. Als jij morgen prik nodig hebt, want dan gebruiken we de generator. Dan gaan we helemaal in het hoekje staan en niemand te lasten. Dat hoort en ziet niemand. Nee. Nou, ze mogen het wel zien, maar ze horen het niet. Nee, ze horen het niet. Daar gaat het om. Nou. Hey, en. Maar eigenlijk wilde ik alleen maar afsluiten. Dat was het enige. Oké. Okay. Maar we lullen. Wat lullen, zegt u? We praten nu al 2,5 minuut de ding vol. Maar goed, ik ga kijken. Ik ga het er dus even achter zetten. En dan is het dit het laatste stukje. Dus mensen. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Ja, een beetje beter. Hey, kijk, nou is het avond. Prikt die er een beetje doorheen, dat zonnetje. Ja, beter laat dan nooit natuurlijk. Daarom, dat is het. Maar ja. Oké. Okay. Morgen een beetje beter weer. Mensen, we gaan even wat te drinken inschenken. Want dat hebben we wel verdiend, vind ik. En dan morgen weer een nieuwe vlog. En een nieuwe dag. En nieuwe kansen. Juist. Ah, la. Hoi.